jongen, als je je best doet, mag je mee. Sla de koeien. Nou, wij zitten alweer in de auto, Daan. Ja. Je was net thuis en toen moesten we weer. Ja. We gaan onderweg naar Friesland, want morgen moet Atos lopen op de keuring. En dan gaan wij vandaag met Cedido, mijn witte hengst, die wordt daar dan gelijk gecastreerd. Dus die gaat dan morgen als ruit mee terug. Nou, wij hebben Cedilo eventjes afgegooid en wij gaan nu inchecken in het hotel. Cedilo vanavond gecastreerd en dan kunnen we hem morgen weer mee naar huis nemen. Let's go! Tot zo! Oh, echt niet op? Goedemorgen! Wij hebben lekker ontbeten en even een theetje meegenomen. Nee, een padje verder. De camera zult het aan het scherp stellen. Ja, ja. Oh. Wat heb je? Nou, kijk, ik ben heel uit beeld. Als we stilstaan gaat het dan wel. Even kijken, doe ik het weer? Ja, volgens mij gaat het nu wel goed. Oké, het is niet handig, want kijk, ik heb een hele zware tas aan mijn arm hangen. Maar we hebben ontbeten en we gaan nu gauw naar onze wagen. Want dan over 10 minuten gaan we Atos zien. Predicaat. Hij is hier voor een aantal maanden in training geweest. Een paard klaarmaken voor een keuring is anders dan trainen voor de sport. Als hij het sterpredicaat haalt, is dat heel leuk voor ons, want dan weten wij heel zeker dat het een goed paard is. Voor de fokker is het extra bevestiging dat de keuze tussen hengst en merrie een goede is. Daarnaast krijgt de moeder bij 4 kinderen met het sterpredicaat de titel preferent. Atos wordt eerst beoordeeld op zijn rastype, dus hoe erg fris hij is, zijn beenwerk, of zijn hoeven mooi zijn en of er geen gekke dingen op zijn benen zitten, en zijn bouw, dus hoe de verbinding tussen lenden, rug, hals en hoofd zijn en hoe zijn benen onder zijn lijf staan. Daarna begint het spectaculaire gedeelte van de keuring en mag hij na een stukje stap gaan showen in de draf. Hiervoor krijgt hij 2 kansen. Als hij op alle fronten een 7 behaalt, mag hij de titel sterhengst dragen. Natuurlijk werd Atos ster met maar liefst een 8,5 voor zijn kant. Davy, hey, hoe blij ben je om hem weer te zien? Ja, heel blij. Hey, snap ik, hè? Lieve jongen. Ik heb zijn lint nog helemaal niet. Waar is zijn lint? Hier. Dichterbij dan je denkt. Ja, hij liep ook wel echt heel goed, hè? Heel goed liep hij. Dat is echt heel leuk om hem te zien. En laat ons het lint even zien. Oh, hij liep hem. Wel braaf. Hij liep ook zo weer de trailer op. De wagen op. Dus dat was stom. Nee, het was echt heel goed. Joejoe. Atos die staat weer bij ons in de wagen. Wij gaan... Yay! Nou, we zijn echt super trots op hem. Hij was ook goed opgevallen, dus dat is natuurlijk sowieso hartstikke leuk om dat te horen over je paard.
We gaan nu even kijken hoe het met Cedillo is. Die heeft een nachtje overnacht in de dierenartsenpraktijk. Die is natuurlijk gisteravond gecastreerd. Hij schijnt het goed te doen, dus ik ga even kijken hoe hij zich eronder voelt. En dan gaan we de trailer eraan zetten en dan gaan we alle paarden inladen. En hopen dat we voor het donker thuis zijn vanavond. Hey, heb je lekker slaapje gedaan? Nou, er al in. Ja. Wij zijn onderweg naar huis. We rijden nu op de afsluitdijk. En wij hebben achter de trailer, achter de wagen, hebben wij natuurlijk de trailer. En we hebben dus nu 4 paarden mee naar huis. Ja, superleuk toch, Daan? Ik ben heel blij dat Atos weer mee naar huis is. Met Cedillo gaat het hartstikke goed. Die staat er eigenlijk bij alsof er niks gebeurd is. Hij staat ook lekker te eten in de wagen. Ja, dus dat is natuurlijk altijd hartstikke fijn als dat soort dingen weer geslaagd zijn. En dan hebben we 2 3-jarigen mee. Die gaan we aan jullie voorstellen. Jullie zien het denk ik ook wel aan mij. Maar ik ben dus gewoon helemaal niet fit. Ik was gisteren al niet helemaal, dat ik dacht, ben ik nou ziek of wat heb ik aan de hand? Toen had ik even een coronasneltest gedaan, die was negatief. En die heb ik vandaag weer gedaan, die was weer negatief. Dus het zal wel even iets van een griepje of zo zijn. Dus ik heb lekker mijn kussen en een dekentje heb ik. Dus ik ga even lekker een tukkie doen. En dan zie ik jullie straks weer. Kijk eens, daar ben je weer. Kijk eens, hier zijn onze nieuwe. Maak je Atos zelf los of? Het is vandaag ster geworden. Ja.